Jason, ja. Vanmiddag vuurwerk gehaald. Wat voor vuurwerk heb je allemaal? Ik heb Tunnekings. Tunnekings. Deze. Wat heb je nog meer dan? Ik heb verder hier wat potten en allemaal rotjes gekocht. Gaat het met de verkoop tot nu toe? Ja, het gaat geweldig. Het gaat hartstikke mooi. Echt, constant gaat maar door. Mensen in de winkel. Iedereen positief weer, leuk en ja, gaat gewoon mooi. Ja, goed. Wat kun je vertellen over de gemiddelde besteding? De gemiddelde besteding ligt op dit moment ik denk rond 80, tussen 80 en 95 euro ongeveer. Dat is wel een gemiddelde besteding. Er komt wat meer door de pakketten zijn wat duurder. De kleine vuurwerk is wat goedkoper. Dus ja, dat is tussen rond 90 euro, dat is de besteding. Ik denk dat u een pen laat vallen. Is dat toch? Die moet je ook op. Ik denk besteld. Het is allemaal wel klaar. Het is niet zo klein. Je zult wel zien. Ik ben nog daar. Heb je vandaag gekocht? Ja, Tunnekings natuurlijk. Wat knalmatten. Rotjes. Allemaal eigenlijk van alles wel. Wat heb je uitgegeven dit jaar aan vuurwerk? Ik zit nu bij deze winkel op 100 euro, maar we halen ook nog wat cakes op ergens anders. Dus ik denk 200, 300 euro. Heb je er ook voor gespaard? Nou, nee. Niet echt voor gespaard. Zo. Ik had gewerkt en ik dacht van ik ga gewoon even wat vuurwerk halen. Dus, Wanneer ga je het afsteken en met wie? Oudjesdag natuurlijk. Anders dan politie achter me aan. Weet je de regels wel? Het mag pas vanaf 6 uur, hè? Ja. Vind je het elk jaar nog leuk, vuurwerk? Ja, het wordt wel wat minder. Het wordt wel minder, ja. Waar komt dat van? Dat je wat ouder wordt? Toch? Ja, dat ook. En de regels worden een beetje flauw, vind ik. Maar. Hier niet, hè?